Het begint allemaal bij een goede motivatie. Maar om als vrachtwagenchauffeur opgeleid te worden, moet je je rijbewijs B minimaal 1 jaar in bezit hebben. Ook moet je eigen vervoer hebben en bereid zijn om regelmatige tijden te werken. Denk aan weekenden, avonden, feestdagen. Ook niet onbelangrijk, je moet een verklaring van goed gedrag kunnen aanvragen. Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan maken we graag kennis met je en nodigen je uit voor een testdag. Je begint met theorielessen en het halen van je rijbewijs C en code 95. Gaat alles goed, dan ga je door voor je CE-rijbewijs. In totaal duurt het traject ongeveer 7 maanden. Dat is dus inclusief theorie, praktijk en de wachttijd bij het CBR. Heb je eenmaal je rijbewijs gehaald, dan kun je binnen 4 weken aan de slag als vrachtwagenchauffeur. Je krijgt een jaarcontract voor minimaal 32 uur per week. Wij zijn verplicht de CAO te volgen van het bedrijf waar je uiteindelijk gaat werken. Dus wat je precies gaat verdienen, kan ik je nu nog niet vertellen. Maar reken er maar op, het is in ieder geval marktconform. Wil je weten wat dit voor jou betekent? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Je krijgt helaas niet betaald tijdens de opleiding, want je moet natuurlijk eerst je rijbewijs CE halen voordat je aan de slag kan als vrachtwagenchauffeur. Dus je kunt gewoon tot die tijd in je huidige baan blijven werken. En dan mocht je op dit moment geen baan hebben, dan helpen wij jou bij het vinden van passend werk. Randstad betaalt jouw opleiding. Er is wel sprake van een eigen bijdrage die achteraf, als je eenmaal voor ons aan het werk bent, in delen op je weeksalaris wordt ingehouden. We werken met heel veel verschillende transportbedrijven samen, dus we kijken graag samen met jou wat het beste bij jou past.